Ik heb er dus voor besloten dat het voor mij, net zoals mijn zus toen, het is niet de beste keuze voor mij om weer terug meteen naar school te gaan. Dus ik heb ervoor gekozen om een tussenjaar te nemen. En dat wordt dus een beetje reizen en werken en van alles. Heel veel plannen, maar nog niks gepland. Dus, lekker ongeorganiseerd. Lekker zoals altijd. Nou, heel veel plannen en we zijn nu mee bezig. En het gaat wel echt een goede combinatie van werken, ook ervaring doen. En wat ze in de toekomst wil gaan doen. Hè? Ja. En dus heel interessant eigenlijk. Ja. En waarom zei u dat u dat niet het beste keuze is om meteen door naar school te gaan? Ik denk dat het ook een beetje een combinatie is van dat ik nog heel even wil wachten. Ik ben nog niet klaar echt om die stap te maken. En ik heb twee hele bewogen jaren gehad. En ik denk dat het beter is voor mij als ik dan heel even een jaartje weer terug ga naar mezelf. Ja.